Goedenavond. De titel is Verzand. En het is een proza-stuk. Het rode zand heeft zich als een dunne korst over haar vacht gelegd, maar Mira heeft er al lang geen aandacht meer voor. Het zwijn maakt een laag, rollend geluid, diep in haar buik, terwijl mijn vingers vlak achter haar kop krabben. Mijn andere hand rust op de loop van mijn geweer, dat met de kolf op het harde zand staat. Een blik op de hemel vertelt me dat het onweer niet lang op zich zal laten wachten. De eerste vette druppel wordt onmiddellijk opgezogen, slechts rimpels die achterblijven in het stof. Het volgende ogenblik rijdt een bliksemschicht de hemel open. Onwillekeurig spant elke spier in mijn lichaam op bij de bijna gelijktijdige donderslag. En ik voel hetzelfde bij Mira. Haar gegrol klinkt nu dreigend, in afwachting van wat komen zal. Het regent hard. Ik ren en Mira rent zonder aarzeling mee. Aan de heuvelkam gekomen, drukken we ons tegen de grond en kijken naar het kamp in het dal voor ons. Enkele uren geleden liep het nog vol mensachtige krabben, maar nu ligt het er verlaten bij, op een eenzame wachtpost na. Een dozijn primitieve tenten staat in een halve cirkel rond de ingang van de grot geschikt, waar een groot kampvuur voor brandt. De wachtpost leunt op een speer onder een klein afdakje. Ondanks zijn groteske uiterlijk, een plat, ovale, gepanzerd hoofd met ogen op stokjes, klauwen in plaats van handen en een kluwe pootjes dat zijn lichaam ondersteunt, kan ik de verveling uit zijn houding aflezen. Zorgvuldig mikken in een storm van op meer dan 100 passen is geen sinecure, maar het is niet mijn eerste gewelddaad. Op het moment dat de hamer het buskruid doet ontvlammen, schiet Mira naar voren. Ik ren ogenblikken later achter haar aan. De krab heeft de stenen kogel midden op het hoofd opgevangen en wankelt, verbaasd en verdwaasd achteruit. Veel schade heb ik niet aangericht, maar voor hij kan beseffen wat er aan de hand is, rukt Mira een bek vol pootjes van zijn lijf. Ik leg de laatste 2 meter af in één sprong, een dolk in mijn geheven hand, die in een vlotte beweging door het panzer heen in zijn hersenen dringt. Het zwijn likt het bloed van haar lippen, terwijl zijn lichaam levenloos neerzijgt. Ik geef haar een schoftklopje voor ik mijn dolk afveeg aan de vodde die hij draagt. De ingang van de grot huilt onheilspellend in de stormwinden. Eens uit de regen wordt het flakkerende licht van de toortsen zichtbaar. Behoedzaam en druppend sluipen we door de tunnel. Na 2 bochten komen we aan in een eerste kamer, net geen zaal. De krabben die hier rondschuifelen zijn kleiner dan de wachtposten. Sommige amper groter dan Mira. Vrouwen en kinderen misschien, maar krabben niettemin. Mira rent naar het midden van de kamer, waar de krabben zich na een korte aarzeling op haar storten. Ik blijf aan de ingang staan en vuur kalm en gericht, schot na schot, tot het zwijn hijgend te midden een hoop lijken staat. Op haar zij heeft ze een gapende wonde. Ik haal een leren zakje uit mijn buidel en smeer er een dikke laag van de zwarte, plakkerige zalf op. Mira likt me op de wang en we gaan voort, dieper de grot in. Onderweg komen we nog enkele krabben tegen, steeds grotere exemplaren, tot we aan de ingang van een reusachtige ondergrondse ruimte staan en Mira voor de zekerheid de strot uitrukt van de dode krab op de grond, een stuk groter dan de wachtpost die buiten in de regen ligt. Dat blijkt echter nog niets te zijn in vergelijking met het wezen dat aan het andere eind van de zaal wacht, omgeven door een groep krabben die groter zijn dan alle lijken die ik achter me heb gelaten. Het beest dat ze omringen doet de grot klein lijken. Zijn gepanzerde hoofd is minstens 2 maal zo breed als ik groot ben. En het getik van de vele poten klinkt als de storm die buiten woedt, zijn klappende klauwen als de donder. Ik slik moeilijk en denk aan de bevriende priester die buiten, niet ver van hier, de wildernis aan het verkennen is. Zonder zijn hulp wordt dit zelfmoord. Zuchtend draai ik me weg van het monster. Ik richt mijn hoofd op van de monitor en wrijf in mijn ogen. In de reflectie van het raam voor me staat een meisje in de deuropening, in een net niet net wel doorschijnend nachtkleedje. Ze glimlacht als ze mijn blik opmerkt. Ik kijk naar haar om, maar ze is al verdwenen. Zuchtend draai ik me terug naar de monitor. Mijn ik staat er nog steeds, mijn zwijn ernaast. Heel even aarzelijk, terwijl de andere ik verveeld aan zijn hoofd krabt. Maar 3 muisklikken later is mijn computer aan het afsluiten en sta ik aan de deuropening, klaar om een ander spel te spelen. Dank u wel.